Astrid Ernst, de voorzitter van de vereniging Gimmicks & Hop. En ik heet jullie van harte welkom in onze nieuwe hal. We zijn als vereniging en ik als voorzitter ontzettend trots op dat hij er staat. We hebben er 2 jaar hard aan gewerkt en met heel veel mensen en heel veel hulp. Vooral ook van de zomer met het verhuizen van onder andere een aantal van jullie. Zover gekomen dat alles er staat. En ik wil jullie van harte welkom heten en zo meteen laten zien hoe geweldig het is om hier te kunnen sporten. Maar voordat dat allemaal gaat beginnen wil ik het woord aan de wethouder sport van de gemeente Amersfoort geven, Hans Buitelaar, die de officiële opening zal doen. Ja, we hadden van tevoren wel geoefend, maar die rekstokoefening zat er niet helemaal in vandaag. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Ik ga terug naar 2012. De beroemde woorden van Hans van Zetten. En hij staat. Hij had het natuurlijk over Epke Zonderland en zijn bijzondere rekstokoefening toen. Goed voor Olympisch goud. En een beetje met datzelfde gevoel sta ik hier ook vandaag. En hij staat. De hal staat. Maar we hebben hier wel een accommodatie gekregen die goed is voor het faciliteren van wat er hier in Amersfoort op bewegen en sport gebeurt. Goed is voor de wijk, maar eigenlijk meer dan dat is. Meer voor heel Amersfoort en misschien zelfs wel voor de regio. Want deze hal biedt de mogelijkheid om veel verder te gaan dan alleen maar training. Er is hard aan gewerkt en dat heeft de nodige flexibiliteit gevraagd van Grip XL. Flexibiliteit niet alleen in het fysieke, maar ook in, ja, soms was het een evenwichtse oefening op de balk, soms een spagaat en soms waren we wat uit balans, maar uiteindelijk is het wel gelukt. Dus gefeliciteerd, dank aan al die vrijwilligers die het mede mogelijk hebben gemaakt, dank aan de bestuursleden. En ik zou het kort houden, dus voor mij is het dan nu de rekstokoefening, of had u voor mij een pet ook? Ik weet het niet. Dank en heel veel plezier met deze sporthal. Veel plezier. Succes, Gimmicksel. Nou, wat wij de wethouder dan als een klein cadeautje gaan geven, is een demo van de selectiejongens en meisjes. Dus graag uw aandacht daarvoor.